Het kan niet langer. We kunnen niet zomaar iets kopen en weer weggooien en het zal wel. De motivatie in het begin was dat er gewoon zoveel mooie kleren zijn en er zijn zoveel mooie stoffen en er wordt niks mee gedaan. En dat is gewoon onwijs zonde. Toen kwam ik erachter dat er heel veel stok was. Dus er was zoveel, er waren zoveel dingen die dus niet verkocht werden of die verbrand werden. En daar ben ik dus onderzoek naar gaan doen. Er zijn heel veel merken en ontwerpers die echt goed bezig zijn op het gebied van duurzaamheid. De belangrijkste natuurlijk op dit moment voor ons is Duran Lanting. We hebben een samenwerking mee voor Room on the Roof. Dat is Artist in Residence van de Bijenkorf. Ik vond het heel erg interessant om iets nieuws te ontwikkelen wat aan de ene kant beter is voor het milieu, ook voor de mensen met wie het werkt. En aan de andere kant eigenlijk beter is voor ons als consument, want als je iets op maat kunt maken, dan draag je het ook veel langer. Absoluut, die materialen die echt die veelbelovend zijn, zijn dingen als het gebruik van algen, het gebruik van paddenstoelen. Daarnaast vind ik is het ook positief dat het een soort beweging aan het worden is, waardoor veel verschillende merken hier ook mee bezig zijn. Zodat je sustainable kleding eigenlijk ook gewoon cool kunt maken en iets wat mensen willen dragen. En niet iets wat eruit ziet alsof je moeder het al 100 keer gewassen heeft, want dat wil niemand. Het laat zien van wij geloven echt in een super positieve toekomst. Laten zien van dat wij als merk, en nou ja, ik zeker ook persoonlijk, geloven in een hele positieve, duurzame toekomst. Ik denk dat dat super belangrijk is als ontwerper en als kunstenaar zijnde, dat tijdens dat je in zo'n proces zit waar je de hele tijd deadlines moet halen, dat je ook ineens heel even die kans krijgt om, om even weer jezelf terug te trekken en te kijken van hey, hoe kan ik de markt weer op een nieuwe manier benaderen. En daar ben ik heel blij mee dat ik die kans eens krijg van Room on the Roof.